Ik ben Amber Koppen, dierenarts, chiropractor en veterinair acupuncturist. En Tess heeft mij gevraagd om mee te kijken dit komende jaar met Blondie. En daar gaan we vandaag een begin mee maken. En ik kijk altijd eerst in beweging. Dus Tess en Blondie mogen voor mij zo meteen een keertje op het harde heen en weer stappen. En heen en weer draven. En dan gaan we eens even kijken wat we voor Blondie kunnen betekenen. Patroon. Waar we naar gaan kijken of we in de bovenlijn een aanwijzing hebben waarom dit gebeurt. Wat ik wel zie is dat het bekken dus wat minder wil bewegen. En ik heb een bekken nodig wat heel goed beweegt om samen te kunnen rijden. Dus we gaan eens even binnen verder kijken aan het paard. Kom mee! Yes. Eerst krijgt Blondie een paar naaltjes van mij. Ik ben ook acupuncturist en ook dry needle therapeut. Dat is om de weken delen, de spieren, de fascie. Dat zijn bindweefselplaten die door het hele lijf alles met elkaar verbinden, wat te ontspannen. Voordat ik ga mobiliseren en eventueel wat gaan manipuleren. En in die naaltjes, daar mag ze meestal zo een minuutje of 10 even staan. Vaak worden ze er wat moeier van, wat ontspannender. En voordat ik met mijn grote kussen straks rustig alle gewrichtjes ga afvoelen. Ja. Het kan zijn dat ze daar wat op reageert. Dus je mag er gewoon eventjes van je schouder afhalen en naast je. Want het kan zijn als ik op een pijnlijk punt breng dat ze even zegt van nou, ik vind het niet zo lekker. Dat mag. En nu, kijk, dat bedoelde ik. Dat is een, als je dus echt in een wat pijnlijker punt prikt, dan zullen ze zo reageren. Als ik hem gewoon ergens anders neerzet, zal ze niet eens voelen, want het zijn hele kleine inimini naaltjes. Ook hier onderin in die hals, zal ze hem iets meer zijn. Goed zo. Kijk, gaat ze ook meteen wat afkouwen. Goed zo. Laat ze praten, hè? Wow. Het is ook logisch hè, dat ze op deze manier communiceert, dat ze sommige plekjes iets minder fijn vindt. En dan waar die naaldjes zorgen ervoor dat ze wat rustiger is. Zometeen, als alle naaldjes erin zitten, zal dat voor zorgen. Maar deze naaldjes zorgen ook op de plekken zelf dat daar meer ontspanning komt. Ja. Ja, want het zijn met name ook deels spierknoopjes die ook te maken hebben met die blokkades in die wervelkolom die ik net al een beetje benoemde. Voor. Dat vind ik leuk, hè? Oh. Goed zo. Daarom is het altijd heel belangrijk om gewoon even rustig je tijd ervoor te nemen. En dit gedrag ook niet af te straffen. Want zij zegt gewoon, ik vind het niet zo lekker. En het ene paard is het andere niet. En zij zegt gewoon heel duidelijk, ik vind het niet lekker. Ja. Blijf van mijn lijf. Nou, dat blijven we niet helemaal. Want ik wil graag helpen. Als de naaldjes klaar zijn, dan kan ze ze eruit schudden. Tot die tijd niet. Kijk maar, want die blijft ook stug zitten. Ja. Ondanks schudden. Maar dat naaldje ligt nu. Ik ga het zo van de grond afhalen. En daarom doen we dit ook nooit op stal. Omdat er alles allemaal naaldjes. Hier op de grond kunnen we ze zo gewoon vinden. Gaan even naar de andere kant. Mag jij met mij meelopen? Ja. Dat als zij wel het echt niet leuk vindt dat jij niet in de knoop komt, of ik. Meestal ben ik er dan. Rechts is ietsje meer dan links. Ja. En dat hebben we eigenlijk net op het harde al gezien. Dat hij naar rechts iets meer moeite heeft. Ook hier. Knapper. Daarvoor. Nee, dat is niet leuk, hè? Terwijl eigenlijk over de hele rechterkant zit er een stuk meer spanning dan aan de linkerkant. Goed zo, mevrouw. Goed zo. Goed zo, meisje. Maar denk Blondie, ik vind jou niet meer zo'n aardige mevrouw met je naaldjes. Blondie, morgen die was wel, wat... Ja. Braaf voor. Goed zo. Ja. Nou, mag ze heel eventjes staan? Ik zeg altijd, dan moet jij een beetje voor paal staan, want ja, je moet er gewoon vasthouden. En we wachten even tot die naaldjes een beetje een ding. Hier gaan ze heel snel in die hals eruit. Die rug zal ietsje langer duren. Ja. Maar dat geeft niet. Laat maar lekker even staan. Hey, iedereen denkt, daar komt iets uit, maar dat is gewoon een kussen. Waar ze heeft hier wel bloed. Ze heeft bloed. Ze bloedt. Nu moet er een pleister op plakken. Blondie. Heb je een bloedje? Ze kan het leien. Oké. Okay. Ja? En we laten het ook eventjes richten. Ik ga daar zo verder naar kijken. Ik begin altijd achteraan. En we hadden net al met
lopen gezien dat in dat bekken echt wel minder bewegelijkheid zijn. We noemen dat met een duur woord mobiliteit. En die wil ik graag voor jou verbeteren. Of voor jullie eigenlijk samen. En met name ook omdat ze dan niet hoeft te gaan compenseren. Lekker en dan niet. Wat ik dus doe tijdens zo'n behandeling, is proberen om die wervelkolom over te... Ja, ze vindt het wel lekker. Ja, wat ik nu doe is heel voorzichtig een beetje bewegelijkheid creëren op het heiligbeen. Dat zit in het bekken. En daar zitten de SI-gewrichten, is daarmee connectie met de wervelkolom. Dat is lekker, hè? Zo, hè? En daar mag bij haar wel wat meer beweging. Ik wil dus wel bewegelijkheid, maar ik wil niet dat mijn behandeling te grof is. Dus ik doe dat met kleine stapjes en je zal ook zien dat ik steeds ergens iets beweging haal. Want dit is eigenlijk, ik vraag nu wat bekkenbewegelijkheid. Nou, dat vind ik nog veel te weinig, daar wil ik meer. En waar ik zo meteen uit ga komen, dat gaan we zien. Ik vind het wel heel lekker wat je aan doet. Ze is er nu al blij mee. Dat is lekker, hè? Links. Oh, dat is minder. Ja, dus nu wil ik eigenlijk iets meer zijwaartse buiging in de onderrug. Want die houdt echt heel vast. En dan zegt ze eigenlijk van, nou, maar dat... Dat vind ik niet leuk. Dat vind ik iets minder. Nou, dan gaan we weer rustig terug. Niet kietelen. En dan blijft ze daar zeggen, nou, die rechterkant blijft daar dan maar even af. Dus misschien moet ik eerst naar de linkerkant zo. Dus dat gaan we rustig doen. Wat heel belangrijk ook is, test voor mij, is dat ik blijf luisteren naar wat zij eigenlijk zegt. Ja. Zij vertelt mij van oké, dat vind ik wel fijn, dat niet. Nou, en soms zeg ik, nou, we gaan toch ietsje meer. Want we moeten het wel oplossen. Ja. En we blijven binnen de grenzen van haar lichaam. En misschien moeten we er gewoon een paar keer over doen. Dat kan ook. Goed zo. Ja, dat is beter, hè? Nou, dan ga ik even naar de linkerkant. Dit is alleen maar rechts. Ga ik eens even kijken als ik links erbij neem. Of we dan wat meer winst kunnen boeken. Goed zo. Oh ja, vind je het al lekker als hij aan je zit? Goed zo, Perry.